in ieder geval de tweede. Ja, maar die zijn al gemeld. Ja, maar die zijn bekend. Ik doe de pet in mijn arm, moet ik gewoon druk bellen. Dat is Jan, dat is Badus. Ja, alle museums en ik was er nog niks. Het is toch destrak, ik kwam gelijk bekend terug. Omgebouwd. Ja. Dat is natuurlijk een hoop gewicht. Ik merk in mijn filmpje dat. Zijn we hem zo? Ik hou ze zien. Is het blauw, hè? Nee, nee, het is de verkleuring van de foto. Oh. Het is wel altijd deze kleur, zeg maar. Ja. Goedemorgen allemaal deelnemers en begeleiders van de Oldtimer Voor Mekaar tocht. Geweldig dat jullie allemaal zijn. We hopen op een ontzettende mooie dag. Er zijn ook echt hele erg mooie auto's hiervoor. Hoe hebben we dit bedacht? Vorig jaar is dit bedacht door Gillian Schuurhuis en Hans de Putter. Tijdens zaterdagmiddag onder een biertje. Ja, nou bedenk je van alles. En Hans die had al in gedachten van, nou dat moet gewoon, bij Voor Mekaar moet het gewoon gebeuren. Maar we waren nog niet eens open. Vorig jaar eind september, toen zijn we open gegaan. Toen kwam hij al voor de tijd al bij me. Ik zeg van ja, dit is gewoon te vroeg dag. We moeten eerst gewoon van start gaan. Dan gaan we dan misschien het voorjaar maar daarmee aan de gang. Dus, we hebben het georganiseerd. Hans is er ook heel erg druk mee geweest. Dus alle hulde voor Hans. Nou, en Hans gaat even wat vertellen over de dagindeling, hoe het verder dan een beetje gaat lopen. Dus ik geef nu het woord aan Hans. Ja, dankjewel Willy. Goed, ook namens mij heel erg hartelijk dank voor de geweldige opkomst. Zonnetje moet nog doorkomen, ze hebben beloofd dat het allemaal goed komt. Het is in ieder geval droog. Hoe ziet de dag eruit? Nou, waarschijnlijk een beetje rommelig, want het is de eerste keer dat we het doen. We proberen het allemaal zo goed mogelijk te organiseren. We hebben de auto's genummerd van 1 tot, ik geloof, 30 ongeveer. En de bedoeling is eigenlijk, Willy die roept straks de namen om. Dat we ons opstellen en dan de auto's even voor het spandoek daar zo even stilstaan. Dan maken we even een foto. Daar stappen ook de senioren in de oldtimer. En dan kunnen jullie zeg maar op pad. Uiteindelijk komen we in Opmarsum komen we aan. Op de parkeerplaats, de Stadsweide. Daar staat Stichting SRK met de food truck, om dat zo maar eens te zeggen. Daar kun je lekker even een broodje eten. Of een soepje, of weet ik wel. En daarna gaan we gezellig met z'n allen Opmarsum in. We willen daar ongeveer een uurtje rondlopen in Opmarsum en dan hoop ik zo'n beetje rond 1:15, uiterlijk 1:30, dat we dan met z'n allen weer in de oldtimer stappen, hier naartoe gaan. En aan het einde van de rit, zeg maar, staan de dames en de heren van Voor Mekaar hier zo nog een lekker pannenkoekje te bakken. We maken er gewoon een gezellige dag van. Nogmaals, dit is voor ons de eerste keer, dus of het allemaal helemaal gesmeerd loopt en op rolletjes. Dus van tevoren, wel op rolletjes in ieder geval, alle auto's hebben wel 4 wielen als het goed is. Maar goed, van tevoren al eventjes, mocht het even af en toe even wachten zijn waarvoor we dan begrip vragen. Het is best wel een hele grote club. We zijn al met 95 mannen onderweg richting Opmarsum. En dat is voor een eerste keer denk ik heel groot succes. Hè? Daar zijn we heel gelukkig mee. Mensen, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Maak er wat leuks van. Geniet ervan en ik zie jullie rond 3:00 allemaal graag weer terug hier bij Voor Mekaar. Alsjeblieft. Ja, en dan gaan we van start. Stap nummer 1, Seine Hopsink. Moet natuurlijk de stap nummer 2, Erik de Lange.
Stap nummer 3, Frits Postema. Erwin van der Wiel met zijn auto Audi Scirocco. Wil die hem even wegzetten? Erwin van der Wiel. Looks,
Ja, die zijn alle, geen mensen vergeten.